Na afloop van de manifestatie op 27 juni is kunstenaarscollectief Spinonymous in de Tweede Kamer geïnfiltreerd. De toon van het debat en de manier waarop daar werd gesproken over de levens van kunstenaars en de hele culturele sector maakte één ding duidelijk. Het minderheidskabinet moest vallen en wel binnen een jaar. Spinonymous accepteert het recht van de sterkste niet. Als de sterkste en de rijkste bij monden van de wet de beste overlevingskansen krijgen, dan is wat betreft Spinonymous het sociaal contract verbroken. En de overheid en de maatschappij zullen moeten leren omgaan met een groeiend, vijandig collectief. Hier zijn de doelstellingen. 1. Kunst wordt serieus genomen, net als iedere andere sector. 5. Er komt een nieuw vakbond. 6. Kunstenaars zijn aanwezig bij het opstellen van de nationale budgetten voor kunst en het kunstbeleid. 8. Kunstenaars krijgen ook betaald posities binnen het kernteam van alle culturele instellingen in Nederland. 9. Er komt een stevig, onafhankelijk en effectief lobby voor de beeldende kunst en de kunstenaars. 10. Het budget voor de kunst wordt vertienvoudigd, 1000% omhoog. Tot slot presenteert Spinonymous vanavond in primeur de zomercollectie 2012. Specifiek ontworpen voor de culturele sector. Het minderheidskabinet is gevallen. Ook de culturele doelstellingen van Spinonymous worden bereikt. Spinonymous is voorbereid op radicale actie.